Er is sprake van een ramp in enkele dorpen in het Boven-Suriname-gebied. De autoriteiten moeten snel ingrijpen voor wat betreft voedselvoorziening. Aanplanten zijn door wateroverlast verloren gegaan en de afhandeling met betrekking tot COVID-19-gevallen neemt zorgelijke vormen aan. Dit zegt districtscommissaris Ndepe Dingen van Sipaliwini. Het is overlevende, want ik ben zelf nu in een dorp in Granio, waar twee lijken nu is om te begraven. En je ziet hoe moeilijk het is met wat eten betreft voor de mensen hier. Dus het is echt, leven met alles wat we hier kunnen vinden. We vragen de mensen om aandacht te schenken aan die mensen wat betreft voorlichting aan de lokale gemeenschap hier. Nu is een tweede persoon overleden, maar we weten nog niet waarover. Maar vermoedelijk wel, want het is niet ver van die overledene. De burgervader zegt te wachten op voedselpakkettenhulp van de regering om de mensen in het gebied tegemoet te komen. Hij benadrukt dat de noodsituatie niet onderschat moet worden. Ook al voorzien binnenlandbewoners zelf in hun eerste levensbehoeften vanuit de natuur. Verder moet er meer informatie gegeven worden over het dodelijke coronavirus. Veel mensen zijn volgens de DC niet goed geïnformeerd en twijfelen aan de berichtgeving van de gezondheidsautoriteiten.